We gaan vandaag bocht achteruit. Even oefenen. Ja, het is een bijzondere verrichting. Hè? Daarbij gaat natuurlijk al het oververkeer weer voor. Yes. Wat belangrijk is bij deze uitleg, dat ik het altijd weer even splits. Eerst doe ik de praktische kant en daarna de kijktechnieken er ook bij. Ja, dus we gaan eerst de praktijk oefenen. Hè? Zonder kijktechnieken. En daarna gaan we ook de kijktechnieken erbij doen. Ja? Dan neem ik het kijken altijd nog even voor mijn rekening. We zetten hem altijd zo'n meter of 10, 15 uit de bocht. Ja? Op zo'n 50 centimeter tussenruimte. Ja? Tussen de stoeprand en de bocht. Hè? Die 50 centimeter. Het eerste stukje wat je natuurlijk moet doen is een stukje recht achteruit rollen. Nou, dat kan je het eerste begin kan je dat natuurlijk met de buitenspiegel doen. Nou, want als je dan kijkt, zou je de stoeprand in het verlengde kunnen zien. Ja, dus dat kan je als hulpmiddel gebruiken, die spiegel. Natuurlijk niet in blijven staren, hè, want je moet je aandacht blijven verdelen. Maar dat komt straks even bij de kijktechnieken. Dus het eerste stukje rollen we recht achteruit. Nou, dan komen we natuurlijk bij het instuurmoment straks terecht. Ja, het instuurmoment is het moment als dat kleine achterraampje. Ja, dus dan moet je inderdaad over je rechterschouder kijken door dat kleine achterraampje. Die moet je gelijk zetten met het begin van de bocht in de zijstraat. Dus als die op één lijn zit, dan moet ik sturen. Dan ga je beginnen met sturen. Ja, dan begin je met naar rechts in te sturen. Je stuursnelheid is natuurlijk afhankelijk van je rolsnelheid. Ja? En natuurlijk ook van de scherpte van je bocht. Want niet iedere bocht is natuurlijk hetzelfde. De ene is wat scherper, de andere wat flauwer. Dus daar zou je toch ook altijd wat gevoel natuurlijk erin moeten gooien. Hè? In een bijzondere verrichting. Ja, dus geleidelijk begin je in te sturen. Ja, afhankelijk van de scherpte van de bocht. Nou, dan blijf je natuurlijk kijken waar je uit wil komen. En je blijft dat punt voor jezelf vasthouden. Ja? Nou, dan komt die auto op een gegeven moment natuurlijk weer recht. En dan stuur je je wielen weer terug. Anderhalf stuurslag naar links, zodat de wielen recht staan, zodat je verder recht achteruit kan. Dat zou je weer op je rechter buitenspiegel mogen doen. Want dan kan je op het moment dat die auto recht staat, kan je natuurlijk weer precies die stoeprand in het verlengde zien. En dan zie je weer hoeveel afstand je van die stoep hebt. En in die bocht moet je de hele tijd in de kleine achterraam kijken. Ja, kijk maar. Hè? Dan kan je blijven kijken door dat achterraampje. Ja. En dan kan je dat punt aanhouden. Okay. Nou, en op het moment dat hij hier uit die bocht komt en weer recht komt, stuur je hem de wielen weer terug. Zodat hij recht staat en dan rol je een meter of 5, 6 even voorbij de bocht. Hè? Want weer binnen die 5 meter mogen we natuurlijk niet stilstaan. Ja? Ja. Nou, de kijktechnieken die je natuurlijk moet gaan toepassen. Ik vertel ze nu wel even bij, maar wij gaan straks in de praktijk natuurlijk splitsen. Is natuurlijk altijd, voordat je gaat, is natuurlijk rondom kijken. Ja, dat is dus altijd eerst voor je. Hè, want natuurlijk tegenlichts moet je ook op wachten. Dan kijk je binnenspiegel, buitenspiegel, linkerschouder. Ja, en natuurlijk de rechter buitenspiegel en de rechterschouder. Dan zou je mogen beginnen met rollen. Op het moment dat je gaat insturen, gaat natuurlijk die neus uitzwaaien. Dat noem je het kritieke punt van de oefening. Daarbij moet je natuurlijk ook altijd weer, voordat die neus gaat uitzwaaien, even om je heen kijken. Ja? Dus binnen, buiten, linkerschouder. Want als die fiets hier nog even omheen komt, of er komt nog een auto om de bocht, moet je hem natuurlijk weer stilzetten. Ja? Als je hem stilzet, doe dat ook altijd even met je gevaarlichten. Ja, dat je laat zien dat je de ander gezien hebt. En dan kunnen ze jou gewoon inhalen. Ja? Nou, dan maak je hem verder af. En je blijft natuurlijk regelmatig zoveel als nodig om je heen kijken. Zodat het veilig blijft. Ja. En als je na je oefening natuurlijk weer wegrijdt. Ja, dan is het natuurlijk gewoon weer kijken en richting aangeven. En dan rij je weg. Okay. Yes, een beetje duidelijk? Ja. Oké. Okay. Dus, wat is het instuurmoment? Wanneer ga je straks insturen? Als mijn spiegel gelijk is met de stoep waar ik de straat is waar ik in wil, toch? De spiegel of je kleine achterraampje? Het kleine achterraampje juist, bedoel ik. Juist. Ja. Het kleine achterraampje moet gelijk staan met het begin van de bocht in de zijstraat. Ja, ja. En dan stuur je geleidelijk in. Okay, moet je vlot of langzaam insturen? Ligt eraan hoe hard je rolt. Ja, en hoe de bocht is. Juist, en de scherpte van de bocht. Hè? Heel goed. Wanneer moet je weer terugsturen? Als ik weer de stoep recht zie in... Ja, en het voertuig weer recht komt. Hè? Ja, precies. Ja, en als het voertuig recht komt, dan stuur je terug. En dan zie je ook inderdaad die stoeprand weer in het verlengde van je rechter buitenspiegeltje. Okay. Ja? Maar blijf nooit staren in de spiegel. Hè? Blijf wel om je heen kijken straks.
Maar eerst gaan we nu met de praktijk beginnen. En dan neem ik het kijken nog even voor mijn rekening. En daarna ga jij dat er ook bij doen. Okay. Ja? Ja. Oké, gaan we doen.